Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 3 hier in Italië. Ik heb in mijn bed geslapen. What the fuck, dat doe ik allemaal. Maar ik heb best wel op zich lekker geslapen. Ik heb lekker trouwens mijn foute pantoornail-lendy aan meegenomen. Maar ten eerste, het huis is best wel gehorig. En de kinderen hier tegenover, die gingen om... Tot zijn 7:30 al schreeuwen, praten, etc. Mijn moeder staat trouwens nu lekker in de keuken een eitje te bakken voor mij als ontbijt. En ja, ik ga jullie nu het uitzicht laten zien. Want voor mij is het... Oh, het is kapot lekker weer. Dus ik ga nu lekker eventjes naar buiten. Lekker hoor, deze zon. Ik word er blij van. En mama heeft zojuist een lekker ontbijtje voor mij gemaakt. Dus dat ga ik nu lekker in de zon eten. We staan nu buiten en Karel komt net met echt een super handige... tip-achtig ding. We hebben zeg maar deze tafel hier. En je denkt, oh, het is een normale tafel. Maar er zijn allemaal van die dingen ingegraveerd. Want we gaan nu pesten. Dus dan moet je hier, maar dat kijk dan, het past niet in. Nee, ja. Nee, ik weet niet wel. Het is te groot. Misschien zijn dit van die... Ah, is dit ook? Het is een mini barbecue. Ja. Ja, we gaan kaarten. Joe. En ik heb me helemaal klaargemaakt voor vandaag. Dit is mijn lookje. Deze citroenen top. Met allemaal citroentjes erop. Superleuk. Riem. Dan de broek. En dan mijn espridius eronder. Dus dit is mijn lookje voor vandaag. En we gaan zo meteen naar hoe noem je dat stadje nou? Via Reggio. Via Reggio. Gaan we heen en we gaan daar gewoon even kijken. Boulevard en zo. En bij het zwembad. Want we moeten waarschijnlijk, als we gaan zwemmen, een badmuts op. Dus jullie gaan nog charmante momenten zien met de badmuts waarschijnlijk. Hey, huts. Bij een soort van strandplekje hier zo. Super leuk en super mooi ook. Het is echt bloedje heet. Dus ik loop hier in mijn korte broek. In juni. Hey. En we gaan nu even pinnen. Of betalen voor de auto. Kijk nou jongens. Helemaal geweldig. Dus we gaan lekker hier rondlopen. En jullie gaan zien wat ik zie.
zijn weer in het huisje. We hebben net lekker boodschapjes gedaan bij Lidl. En ja, dat was eigenlijk mijn update voor nu. Oké, inmiddels is het, hoe laat is het nu? Bijna half tien. En we zijn lekker in het huisje. En ik wil jullie trouwens het uitzicht laten zien in het donker. En dit is dan zeg maar het uitzicht wat ik dan iedere ochtend lekker zie. Wacht, ik ga het gewoon laten zien. Trappetje af, ik loop nu op mijn sexy de socks. En dan loop je hier zo. Zo, en dan heb je hier zeg maar zo'n grindpad. En daar ga ik eventjes overheen. Auw, dat doet zeer. En dan is dit zeg maar de straat waar wij zitten. En ik vind die huisjes hier, vind ik zo C-U-T-E, cute. Met dat roze en dat groen, helemaal leuk. En deze tent is ook heel groot. En dan... ja, ik vind het eigenlijk best wel cute eruit zien. En Karel probeert vervolgens... dat is een dikke koek van. Het eet... wow! Ik krijg je los. Ik zal winnen. Ja, je hebt net ook al gewonnen, hè? Ja, het is het beste. Daar gaat het eten. Voilà. Ja, denk je. Eeuw. Het is bijna 9:30, dus dat betekent dat zometeen de nieuwe aflevering van X on the Beach Double Dutch All Stars op tv is. Dus dat ga ik lekker kijken zometeen. Ben altijd wel echt benieuwd welke ex er nu weer op het strand aankomt. Wandelen. En Karel is ondertussen hier het eten weg aan het brengen. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik meer moet vertellen aan jullie. Maar trouwens, het is zeker vrijdag, als het geen complicaties heeft. Komt vrijdag, hebben jullie vrijdag de eerste vlog? Wat? Hebben jullie vrijdag de allereerste vakantievlog kunnen zien? Dus daar ben ik super blij mee natuurlijk. Als het de wifi het toelaat, hè? De wifi. En we hebben het ook trouwens nog nagevraagd over de badmutsen. We moeten een badmuts op. Dus jullie kunnen Jamie zien met een badmuts morgen in de vlog. Dus ja, of het eruit ziet, I don't know. Maar jullie gaan het zien in de vlog. En ik zie nu al de leuke screenshots op mijn Instagram voorbij komen van me met een badmuts. Oké, inmiddels is het 11 uur. Toch? Hoe laat is het? 11, het is 12. Oh, het is bijna 12 uur. En ja, ik ga lekker... Ja, we zitten in die kast te kijken. Ja. Maar wat zit daarin? Oh, iets met schoenen. Oh, schoenen zitten allemaal voor. Een parasol. Ja. Godzie. Mama, niet met dure schoenen vernielen. Een parasol. En wat is dat? Die cargo of zo. Cargo. Is dat een parasol? Het kan ook, of het zijn spulletjes voor op het strand. Oh. Oké. James, dit vind ik gevaarlijk. Ja, ik vind het ook. Dus dat. Ja, doe ik zo. Dus, inmiddels is het 12 uur en ik ga lekker slapen. In dit lekkere bed. Ik trek alleen nog even wel een ander shirtje aan en een andere broek. Want ik heb nu zeg maar nog mijn trainingsbroek aan. Maar ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. Vergeet me ook zeker niet te volgen op alle socials. Die staan ook allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie morgen weer terug op mijn YouTube kanaal. Dus tot morgen guys. Bye bye.